Wij hebben hier een gesprek over de Billy Boom Club van... In Plus. En bij me staat... Ik ben Deirdre Jannij. Goed zo. Maar wat betekent het allemaal? Ik ben dus preventiewerker bij In Plus. En In Plus die zet zich in voor mensen in alle leeftijdscategorieën... om te voorkomen dat zij psychische klachten krijgen of ontwikkelen... En de Billy Boom Club is een van de groepen die wij daar geven. Ja. U heeft het over allerlei leeftijden. Maar wat houden die leeftijden in? Ik kan me voorstellen van 0 tot 10 of van 10 tot 20. Vertel er eens over. Wat zijn de programma's? Oh, heeft u even. Wij hebben echt een uitgebreid programma voor 0 tot en met 100. En dat betekent dat we preventief aanbod hebben voor baby's. Maar ook voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 7 jaar. Of 8 tot en met 12. Dat is die Billy Boom Club. Daar zal ik straks wat over vertellen. Maar ook voor tieners, adolescenten. Voor volwassenen, voor ouderen. En dan ook gericht op... Maar ja, dat waar men zichzelf wil versterken. Om te voorkomen dat je psychische klachten ontwikkelt. Of om te voorkomen dat het erger wordt. Ja. Nou, zijn er tegenwoordig nogal wat standaarden in verband met de corona, familiefetes, scheidingen enzovoort enzovoort. Wat is eigenlijk daar die doelgroep een beetje van? Ik denk dat het meest makkelijk is als we het over de Billy Boom Club hebben, om daarover de doelgroep te hebben. De doelgroep van de Billy Boom Club is voor kinderen die in de leeftijd van 8 tot en met 12 jaar, die opgroeien in een gezinssituatie waar meer stress en spanning is. Nou, dat kunnen veelal meerdere redenen hebben waarom er meer stress en spanning is in de thuissituatie. Het kan zijn bijvoorbeeld dat een ouder psychische klachten heeft. Maar het kan ook zijn dat er een broertje of een zusje is die met zijn gedrag veel aandacht opeist in het gezin. Je kan ook denken aan echtscheiding, complexe echtscheiding, heftige ruzies, financiële problemen, armoede of verlies of rouw. Nou, als u dan terugkijkt bijvoorbeeld naar de afgelopen periode van lockdowns, thuisonderwijs, thuiswerken. Was het niet altijd even makkelijk om de sfeer ook goed te houden in het gezin. En dat kan dus maken dat er dus meer stress en spanning is. En de Billy Boom Club richten wij ons voornamelijk om de kinderen te versterken. Zodat ze het wat beter snappen, begrijpen wat er speelt, hoe gevoelens werken. Dat het niet raar is om gevoelens te hebben, maar ook hoe daarmee om te gaan. Maar goed, op een gegeven moment er staan ook altijd nog ouders of verzorgers achter. Hebben die ook nog inbreng in het hele programma? Jazeker. Naast dat we met de kinderen druk aan de slag zijn, zijn we ook nog 3 keer... hebben we een oudergroep voor de ouders, waar de ouders uiteraard geïnformeerd worden over wat we allemaal doen bij de Billy Boom Club. Wat we dus met hun zoon of dochter doen. Maar tegelijkertijd informeren wij ook de ouders wat het nou voor een kind betekent als het thuis minder lekker loopt. Ouders hebben daar niet voor gekozen. Kinderen hebben daar niet voor gekozen, maar je hebt er wel mee om te gaan. Dus daar informeren wij de ouders over. Maar ook waar de kinderen behoefte aan hebben, waar ze eigenlijk om vragen. En we geven ouders handvatten, vaardigheden mee, die helpen in het opvoeden, zodat het opvoeden wat makkelijker misschien gaat. Ja. Goed, dan is er natuurlijk nog een enorme drempel over te gaan voor ouders of kinderen. Hoe richt je dat nou in, dat die ouders zich toch aanmelden en komen met de kinderen? Ja, ik ga geen enkele ouder vertellen wat het beste is voor zijn of haar dochter. Ik denk dat weet de ouder zelf heel erg goed. Maar tegelijkertijd dat gezegd hebbende, ik denk dat elke ouder het beste voor zijn of haar kind wil. En dat wil ik ook. Of dat willen wij ook. En ik denk dat, dat je als je preventief, hè, dus voor die tijd al, je kinderen sterker kan maken. Zodat ze het beter snappen wat er thuis gebeurt. Dus dat ze beter snappen wat ze voelen. Dat het niet gek is. Is dat ze het kunnen delen met leeftijdsgenootjes. En dus ook leren hoe
daarover te praten. En met wie? Hè, met iemand die zij zelf vertrouwen. Ik denk dat, dat ouders dan misschien ook eerder denken van, nou, dit kon ook voor mijn zoon of dochter wel eens helpend zijn. En kan de sfeer misschien thuis ook net wat verlichten. Nou is het natuurlijk zo, die drempel waar ik het over had, die moeten ze wel nemen. Waar kunnen ze zich aanmelden? Aanmelden kan via de Welle. Dat is de meest makkelijke weg. En anders kunt u ook altijd bij onze samenwerkingspartner van Avedan zich aanmelden. Of bij ons bij InPlus. Bedankt voor dit gesprek. Graag gedaan.